Ja, wat moet ik ervan zeggen? Teringleier. Ja, een teringleier is het, ja. Dat mag u niet zeggen. Niet? Nee, dat gaat wel echt te ver. Ja. Dag meneer. Ja, ik zeg het niet graag, maar wat een teringbende. Ja, dat is zeker. Het heeft onze buurman gemaakt, onze verhuurder. Die heeft de zaterdag alles hier buiten gegooid, ingebroken, huisvredebreuk gedaan. Uit ons inpandige schuur, die bij het huis zit waar we gehuurd hadden. Want afgelopen zaterdag, u was niets vermoedend, lag u in bed. Ja. Met uw man. Ja, en toen? En toen? Ja, toen hoorden we het hoofd gebreek en toen waren ze daar die schuur open en breken. En wat deed u toen? Ja, toen gingen we buiten kijken en toen hebben we de politie gebeld. Maar ja, de politie, die deed steeds niks. Wat is het eigenlijk voor man? Wij dachten eerst dat het een hele fijne, goede man was. Maar wat is het voor man? Een hele grote deugeniet is het. Een hele grote klootzak is het. En hij meent dat je hier, boven de wet staat en dat je voor eigen rechter kan spelen. Maar meneer, als ik dit zo zie, u bent van de heer. Nee, dat weet ik helemaal niet. Nog nooit geweest. Maar heeft hij allemaal Maria-beeldjes erbij? Ja, dat is een verzameling. Dus u bent helemaal niet van God, maar u verzamelt het wel. En dan noemt... Nee, wij hebben geen geloof. Dat van de heer mag u geen klootzak zeggen. Ja, dat is nog eigenlijk veel erger. Dat is nog heel netjes uitgedrukt. Oh, zeg het dan eens even hoe het staat. Ja, wat moet ik erover zeggen? Nee, zeg maar, gewoon... Het is gewoon een hele grote ellendeling. Ja, maar dat is veel te aardig. Moet boos. Ja, maar... Iets boos. Ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, een teringleier is het, ja. Dat mag u niet zeggen. Niet? Nee, dat gaat wel echt te ver. Ja. Hoeveel is de schade? Hier, dit? Nou, dat is... Nou, dat maakt ik denken met al die prentjes en alles. En al die klokken en alles. Ik denk niet dat je dat met 30.000 euro goed maakt. Heeft u gehuild? Of ik? Heeft u gehuild? Ja, dat heb ik. Ik heb begrepen dat zelfs de dokter is gekomen. Ja, Wim heeft een hele zware aanval gehad. En ik was van de benen af, het was me op de benen geslagen. Ik heb een paar dagen haast niet kunnen lopen. Na afgelopen zaterdag dat ze uw spullen zo hebben? Ja. Dus jullie zitten er gewoon helemaal doorheen? Helemaal doorheen. En dat is zijn bedoeling. Hij wil ons gewoon kapot maken. Maar heel even, hij heeft al uw spullen buiten gezet. Alles. Heeft hij ook Jezus onthoofd? Ja, maar kapot gegooid. Maar heeft hij Jezus onthoofd? Ja, dat zal hij eindig gedoe hebben, want anders ik heb het niet gedoe. En God straft direct? Ik hoop het. Wat hoopt u dat God met hem doet? Nou, dat je het ook eens een keer erachter komt dat je hetzelfde ooit mee mag maken wat je met ons heeft gedaan. Dat hoop ik van harte. U zou ook eigenlijk wel willen dat zijn spullen op straat staan? Nou, ik gun hem dat niet. Wij zijn van die vredelievende mensen. Wij zijn dat nou net van plan om te doen. Dat zou leuk zijn als u zegt, ja, dat zou heel leuk zijn. Ja, voor mijn part wel. Oh, kijk. Dat ja, ja. Ik neem dit beeld even mee. Ja. En dan ga ik naar hem toe. Oh, dat is goed. Hoe heet hij? Huub. Huub wie? Huub Kuipers. Ja. Maar ik zal wel zeggen, hij liegt en bedriegt. Hey! Dus er is kennelijk niemand thuis. Het enige wat we dan natuurlijk kunnen doen is... dan zetten we Huub's spullen ook aan de straat. Dat lijkt me best een prijzige fiets. Dag meneer. U bent Huub? We hebben contact gehad met buren aan de overkant. Dat u zomaar de spullen op straat had gezet. Meneer? En dan zetten jullie mijn spullen maar op de straat. Nou ja, dat was een beetje het idee, snapt u? U zet zijn spullen op straat, wij zetten uw spullen op straat. Ik snap het, ja. Ja, en dat is dan weer het nieuws. Ja. Kunt u het niet oplossen met die mensen? Bouw een erf af, alsjeblieft. Kunt u het niet oplossen met die mensen? Erf af, alsjeblieft. Nou ja, dat willen zij ook, maar u was ook op zijn erf, want dat hebben ze van u gehuurd. Ze moest u zelfs zwart betalen. Die man die is bij de dokter geweest heeft. Dingen waar je helemaal niks vanaf weet. Wilt u niet gewoon die mensen die woning uitjagen? Ik ga hier verder niet op in. Ik ga niet met jullie de gesprek voeren. Want nu moeten wij misschien morgen uw spullen weer in de bosjes leggen. Dat kan. Die man heeft duizenden euro's aan schade. Het staat allemaal buiten. Het is allemaal kapot gereden. Was, heb je gezien wat er stond? 0 euro. U lag ze eigenlijk gewoon uit. Ik ga hier verder niet met jullie over praten. Ik hoop dat u tot een oplossing komt. Ik wil. Wat heb je nou te willen? Ik hoop, zeg ik.
En, Ik wil dat jullie van mijn erf afgingen. Jullie doen hier huisvredebreuk. Wat heeft u bij hem gedaan? U heeft bij hem ook... Westwegen, weg. Dat is mijn eigendom. Ja! Ik zal het hier maar weer neerzetten. En ik heb zijn spul ook even buiten gezet. Dat heb ik ook gedaan. Toen kwam hij naar buiten om de spullen weer naar binnen te halen. En die spullen van jullie zijn eigenlijk geen klote waard, zegt hij. En jullie hebben helemaal geen recht op die garage. Die hebben al 5 jaar hebben wij die al gehuurd. Ik kan er zomaar toch niet een keer niet zeggen, nou moet ik terug hebben. Richt je even tot Huub. Huub, die hadden van jou nooit verwacht. En van Karin ook, die we dachten dat jullie eerlijke, betrouwbare mensen waren. Maar jullie hebben ons besoten mitterd. Je hebt ons belogen, bestolen. Je hebt ons opgelicht. En je hebt valsheid in geschriften gepleegd. Dat heb je allemaal gedaan. En daar hebben wij bewijzen voor. En duidelijke. Teringleidje. Nee, dat zeg ik niet. Word lid van Poont, anders gaan we kapot. En heb ik geen werk meer. Klik op de link.